ik heb vandaag weer een shoplog. Ik was maandag naar de stad geweest en had ik een paar kleine dingetjes gekocht. En ik was vrijdag naar de stad geweest en ook weer een paar kleine dingetjes gekocht. En uiteindelijk vond ik dat ik daar wel een video van kon maken. Dus, hier komt die. Laten zien wat ik maandag heb gekocht. En dat is klein, want schijnen de stapelkortingen bij Kruidvat te zijn. Dat wist ik toen niet. Maar ik had van mijn baasin, had ik een mooie Kruidvat cadeaukaart gekocht. En ja, dat maak ik natuurlijk altijd heel graag gebruik van. Dus, dit is La Bonne. Het ziet er heel lang uit. Maar dat valt wel mee. Goed, ik begin met een Show Your Feet Intensive Repair Balm. Deze was even kijken hoor. 2,50, 2,49. En dan ging natuurlijk naar de rand een korting vanaf. En ja, ik heb hem niet gebruikt. Want ik had hem pas net uit de zakjes allemaal. Die heb ik, toen ik het heb gekocht, heb ik eigenlijk de zakjes neergegooid. En toen dacht ik, oh ja, ik heb wat gekocht. Stom. Maar goed, de Repair Balm voor mijn voeten. Dat was nummer 1. En omdat ik zo tevreden was met mijn ene Catrice oogschaduw. En ik ze allemaal geswatcht had en zo. En die winkel zag ik zo. En toen heb ik er nog eentje gekocht. En, een beetje zilverkleurige. Zilvergrijzig. Ja, zilver, zilver, zilver. Maar weet je, eerst wil ik zeggen, maar niet de hele collectie kopen. En dan vind ik het eigenlijk wel heel leuk. Maar ja, ook toch allemaal kleuren. Als ik die niet ga gebruiken, koop ik ze niet. En die zwarte is wel heel fijn. En deze denk ik ook. Want ik zit ze om te draaien. Die zwarte is heel fijn. En deze denk ik ook. Ja, deze lijkt me heel fijn. Maar ja, ik weet nog niet hoe ik het ga doen allemaal en zo. En lemmertje. Nummer 3 wat ik gekocht heb, is een nagellak. Ja, als het goed is, is dat die nieuwe van Catrice. Want die overige twee had je mijn, die overige twee van de nieuwe van Catrice, die had je in mijn vorige shoplog filmpje kunnen zien. En nou heb ik de laatste gekocht. Ja, dan kan, anders kan ik toch niet zeggen dat ik de collectie compleet heb. Nou ja, nou is je alles mooi compleet. Dus dat is wel goed. Dit is Run Forest Run. Woe! Sorry. Ik kom net van mijn stage af. En op een of andere manier heb ik heel veel energie. En ja, misschien komt het ook hierdoor. Die had mijn papa voor me meegenomen. Lief, hè? Moet ik altijd om vragen. Maar ja. Oké, nummertje 4. Ik heb gekocht een Gouache Lip Balm. Ja. Soft and Shine, bla bla bla. Maar het mooie is, er stond dus 50% korting op. En ik wist dus niet dat die stapelkortingen waren. En nu heb ik dus deze gekocht. En het was dus een half. En die zouden nog 4 nog wat zijn. Maar het probleem is, ze hebben me die korting dan niet bijgegeven van die 50%. Wel die van de dingen. Dus in principe was er nog 35% korting bij. Maak het toch terug, want het scheelt misschien wel 2 euro. En die 2 euro is ook een nieuwe oogschaduw of zo. Ja. Dus Kruidvat, ik kom eraan. Grapje. Even de kleur bekijken. Dat is Angel. Zo heet hij in ieder geval. Kijken. Zie. Ja. En ik ga hem waarschijnlijk niet open krijgen binnen nu in 6 jaar. Zo ga ik het proberen. Ik doe mijn best. En Nou, zie je. Werkt altijd. Niet doorslikken. Doe het thuis niet na. Zo. Och, zie je wel dat het niet werkt. Prut. Ik vind het echt heel fijn dat Gouache zeg maar die verpakkingjes eromheen heeft. Want anders, ja, zo irritant dat ik lipstick koop. En dat ik dan vervolgens die
beveiligingsstickers eraf moet peuteren. Dat vind ik zo lelijk ook. Nou, laat me hangen. Ja, nummer 2 is de lipstick van Catrice. Een absolute moisture gentle nude. En hij zag er echt heel mooi uit. Kan ik eens wash. En hij lijkt een beetje op T-Rose of B12 van NYX. Maar hij is echt heel mooi. Check. Als je een beetje kan zien. En ja. Ik heb hem mijn vader niet uitgeprobeerd. Maar hij is echt mooi hoor. Nou ja, kijken of ik die nog verder open kan pruttelen. Nou, ik heb voor mijn verjaardag, had ik van mijn beste vriendinnetje Samantha, dat kan ik zo ook even erbij laten zien, een waterkoker gekregen. En dan denk je waarschijnlijk, wat is dat van poepcadeau? Want dat dacht iedereen. En ik heb hem open. En die heeft ze zelf nog helemaal besmeurd met nagellak. Hij staat ingestoken, dus ik kan hem heel even pakken. Nou, laat maar. Ik doe het wel even zo. Dit is de waterkoker. De waterkoker, snap je? Kijk, met steentjes erop. Mooi! Nou, hij mag alleen nou niet meer in de keuken staan. En niet gewoon de hele tijd, zeg maar. Dan zou ik hem in de kast moeten opbergen. En dan denk je, dikke fuck, ik zet hem op mijn kamer. Kan ik daar een piep tussen zetten of zo? Want ik zit hier met een vloekje op de camera. Ja, een waterkoker dus. En dan op mijn kamer drink ik altijd thee. Continu thee. Zonder suiker natuurlijk. Oh ja, ik had die lipbalm trouwens open. Eindelijk. En dan kan ik even de kleur laten zien. Dit is de kleur. En waarschijnlijk zie je door het licht nog niet eens. Heel fatsoenlijk. En hij lijkt wel een beetje op de lipgloss, lipstick, maar dan net iets roze. Dat is trouwens die kant. Ja. Ik ben echt fan van die Light and Shine. Gosh, Soft and Shine Lip Balm. Daar ben ik echt fan van. Die vind ik super fijn. Die kost normaal 8,50 euro. 8,49 euro of zo. Maar die is echt prettig. Nou, dat was de shoplog van maandag. Nou ben ik net heel even naar de stad geweest. En net is dus eigenlijk vrijdagavond om 33 over 17, zeg maar. Dus heb ik dit allemaal gekocht. Nee, grapje, valt wel reuze mee. Ook nog met cadeaukaart. Kost in totaal 36 kwijt. En even kijken. Ja, luister. Ik heb echt al 10.000 keer. Voor dat to-true rekje staan, hè. Maar nooit was het eigenlijk iets van, ja god, dat wil ik echt hebben. Nee, maar dan denk je, ja, probeer het toch maar. Ik bedoel, nou waren er stapelkortingen. En nou was ik dus voor 3 to-true dingetjes 3,40 euro kwijt. Ja, dat is geen geld. Ik bedoel, daar kun je best wat voor proberen. Nou, ik kocht een eyeliner. En ik heb een gruwelijke groene kleur met glitters. Ik denk, ja, zo leuk. Even een sweatje. Heel mooi, maar de glitter zie je niet zo goed. Op de camera, hier wel. De eerste leg in en al glitter, hij is super cool. En ik kocht 2 cheek en lip tint. Nou ja, dat zijn ik van die super waterige dingen. Ik was een beetje benieuwd hoe dat nou was. Het ziet er echt uit als nagellak. Het ruikt dus als een beetje. Zo, ik ga er niet met zo'n roze lippen rondlopen, man. Kijk. En dan heb je nog eentje. Die is vet donker. En ook super waterig. Dit is nou echt mijn kleur. Dit is gewoon echt mijn kleur, weet je wel. Gewoon mijn kleur. Je ziet ze allebei. Ik heb ze eigenlijk op de meest handige plaats weer geswatcht. Goed zo. Dat waren dus de 3 dingetjes. Een eyeliner, 2. Nou. Dan ben ik wel alles kwijt. Dat is niet prettig. Ja. Dan ben ik zelfs de zak kwijt. Ik heb hem al. En als laatste kocht ik Catrice de Smoky Eyes Set. Je hebt er 2 verschillende soorten. Je hebt er eentje met paarsig en deze is met bruin en zwart. En ik dacht, ja, ik heb superveel. Zie je dat ik als kwijt ben? Ik heb super veel
Schiet echt niet op zo, hè? Ik heb super veel paarse tinten en zo. En de laatste tijd gebruik ik ze bijna niet meer. De laatste tijd ben ik eigenlijk helemaal into een beetje naturel. Nou, dus niet dat het heel erg naturel is. Maar ik loop niet meer zo heel snel met blauwe oogschaduw rond. En mijn blauwe oogschaduw is het echt blauw oogschaduw niet. Nou, anyway. Ik zit wel echt complete onzin te vertellen. Toch moet ik je nog even dit laten zien. Ik heb nog niet geswatst. Oh, pigment valt een beetje tegen. En er zit een gel liner bij. Oh, die is mooi. Kijk, die met die glitter. Die is echt vet mooi. Oeh. Ja. En, dat was het. Of moet ik mijn shoplog met energiedrank, moet ik die er ook nog bij zetten? Die heeft mijn papa voor mij meegenomen. Net zoals wattenschijfjes en tissues. Dat heb ik ook echt nodig voor mijn opleiding. En, oh ja, wat ik ook wel even wil laten zien. Ik ben al vet lang aan het praten. Echt, wie dit afkijkt is echt... Nou, anyway. Kijk, cool hè? Lijkt ze niet hartstikke veel op mij? Toch? Spreken toch? Grapje. En ja, nou, ik loop de stage in het hooggisterij. En ze kregen bij Maybelline, dat is een vet groot set rimmel op. Ja, bij Maybelline kregen ze dus een nieuwe displays. En toen wilden ze die weggooien. En ik zei, ja, gooi je die weg of wat? Ja, mag ik ze hebben dan? Nou, heb ik daar mijn lipgloss in staan. Cool, hè? En als jullie nog willen zien waar mijn princess bord hangt. Die hangt. Daar! Vet cool, hè? En ja, ik vind die echt super handig. Ik heb nog een display gekregen trouwens. Maar die is nou niet meer zo heel erg gevuld, omdat ik alles weer gebruikt heb. Ik zie daar staan. Een klein displaytje. En ja, daar heb ik gewoon mijn oogschaduw in. Die ik super veel gebruik. En dat was mijn shoplog. Excuses voor mijn beetje hyperactiviteit. Hyperactiviteit. Nee.